Dat was een toptijd, in ieder geval bij de 6 jaar. Een hele leuke tijd gehad, in ieder geval met jou. Oké. Marjan, veel sterkte met je nieuwe baan. Groetjes van Suzanne van der Steenhouwer kwartier. Oké, ik ben jammer dat hij weggaat. Ik hoop dat je zoveel genoten met jou alle leuke tijd hebt gehad. Met de handkamp ons geholpen en dat heb je goed gedaan. Ik ben te los op jou. Hallo Marjan, fijn dat je er bent. Je gaat de hartenkamp goed verlaten en nu mogen wij jou een paar vragen stellen. Wat ga je doen nu je weggaat bij de hartenkampgroep? Ik ga eerst uitrusten. Want deze tijd, het is coronatijd. Ja. Ik zou eigenlijk in juni vertrekken. Ja, klopt. En nu ga ik 1 september weg. En dat was best wel hard werken de afgelopen maanden. Ja, snap ik wel. Dus ik heb bedacht, ik ga eerst eens even lekker uitrusten. Dus ik ga een weekje met mijn kinderen naar Texel. Oh, lekker. En dan ga ik misschien in september en oktober met mijn man 2 weken weg. En dus ik ga mijn agenda niet volplannen. Nee, heerlijk. Ja. Lekker. Dat ga ik doen. Ja. Goed zo. Ja. Wat is het leukste wat je op de hartenkamp groep hebt gedaan? Oeh, dat is een moeilijke vraag zeg. Ik ben hier 14 jaar geweest hè. En ik heb zo verschrikkelijk veel leuke dingen meegemaakt. En ik vind vooral, waar ik vooral heel erg blij van geworden ben, is dat cliënten zoveel meer zelf hebben kunnen zeggen wat ze wilden. En nou, eigenlijk ben jij daar ook een voorbeeld van, Matthijs. Jij bent ervaringsdeskundige. Ja. Die waren er niet 14 jaar geleden. Dus ik vind dat ook cliënten veel meer ruimte hebben gekregen en hebben kunnen nemen om te zijn wie ze willen zijn. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi als ik terugkijk. Daar word ik blij van in ieder geval. Wat vond je de mooiste plek bij de hartenkamp? De mooiste plek? Ook dat is een hele moeilijke vraag hoor. Ja. Kijk, we zitten hier in deze ruimte, in dit gewoon moeilijke plek. Zeker. En dit gebouw heeft ook de geschiedenis van de Hartenkamp Groep in de muren zitten. Eigenlijk ook heel veel mooie plekken zien. Want een plek wordt mooi als mensen daar gelukkig kunnen zijn. Klopt. En ik denk dat er heel veel plekken zijn in de Hartenkamp Groep waar mensen werken en wonen, waar ze eigenlijk heel blij van worden en gelukkig kunnen zijn. Ja, daar word je heel erg blij van. Ja, ja, dus dan hebben we heel veel mooie plekken. Wat vind je het leukst op je werk? Wat ik het leukste vond aan mijn werk? Nou, ik heb eigenlijk al die jaren met heel veel plezier gewerkt. Dus ik heb heel veel dingen leuk gevonden. Sommige dingen ook altijd niet zo leuk. Maar waar ik wel heel veel plezier aan beleefd heb, was als ik kijk naar cliënten. Als ik zag dat het beter voor ze plezier in gehad heb, is bijvoorbeeld het contact met de cliëntenraad. Die hadden we vroeger ook niet. En ik denk, nou, nu al wel 8 jaar of zo hebben we een cliëntenraad waar we elke 4 weken mee aan de tafel zitten. En ik ben zo onder de indruk van wat cliënten daar aan ons te vertellen hebben. En hoe ze ons helpen om de goede beslissingen te nemen. Dus daar had ik ook altijd heel veel plezier in. En als ik kijk naar de medewerkers, dan is het zo mooi om te zien als medewerkers de ruimte krijgen om hun werk goed te doen. En dat ze dat ook doen. En de enorme betrokkenheid van medewerkers op cliënten. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die ik in mijn werk heel fijn heb gevonden. Wat is voor jou elke dag zo goed mogelijk? Nou, ik doe natuurlijk heel veel verschillende dingen op een dag. Hè? Ja. Dus ik vind het lastig om er 1 ding uit te halen. Toen we dit bedachten, ja, dat elke dag zo goed mogelijk, toen zat daar ook achter dat je elke dag eigenlijk wel ook wel fouten maakt. En je kan heel ver wegkijken en zeggen het moet allemaal zo worden en zo mooi. Maar eigenlijk moet je elke dag even nadenken van heb ik het goed gedaan? Had ik iets beter kunnen doen? En heb ik het zo goed mogelijk gedaan? Ja, en dat probeer ik wel elke dag te doen. Misschien is op de hartenkamp groep. Ik denk vooral de mensen. Hè, want de hartenkamp groep is het gebouw, is van alles.
Maar het zijn vooral mensen. En ik denk dat ik die het meest ga missen. Want nu, elke dag kom ik heel veel mensen tegen. Managers, medewerkers, cliënten. En daar heb je praatjes mee. Of je kan er, een gesprekje mee voeren om iets te helpen of te doen. Ja, dat ga ik straks wel missen. Hoe denk je dat de opvolger Desiree het gaat doen met Marlijn? Nou, Desiree ken ik niet, hè? Nee. Daar ben ik niet bij geweest toen zij is uitgekozen. Ik ga haar wel volgende week ontmoeten. Oh, fijn. Marlijn ken ik natuurlijk al wat langer. Daar heb ik een jaar mee samengewerkt. Nou, en eerlijk gezegd heb ik er alle vertrouwen in. Ja. Dat Marlijn en haar nieuwe collega, waar ze echt zelf heel blij mee is, dat die het met elkaar heel goed gaan doen. Dat is fijn. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Wil je nog wat zeggen tegen de medewerkers en cliënten? Wat ik tegen medewerkers en cliënten zou willen zeggen, is blijf goed met elkaar in gesprek. Want ik denk dat cliënten heel goed kunnen zeggen, en of hun vertegenwoordigers, heel goed kunnen vertellen wat ze willen. En ik denk dat medewerkers heel goed in staat zijn om te luisteren en om die ondersteuning te bieden waar cliënten behoefte aan hebben. Dus ik zou zeggen, luister goed naar elkaar. Zo, interview hebben gedaan voor jou, Stet. Ja, oh, dat ging goed. Wat hartstikke leuk om te doen. Ja, ik ook. Dan wel.